terugblikken, want het was ook een beetje jouw jaar. Want begin van dit jaar, 25 januari uit mijn hoofd, waren daar de eerste tekenen van een virus. En wie virus zegt, zegt Ab Osterhaus. En toen zagen we, terugkijkend, de eerste keer zagen we weer op de Nederlandse tv en toen zei je dit. Viroloog Ab Osterhaus hier, hartelijk welkom. Ja, nu het in Europa is vastgesteld, het virus, moeten we ons ook hier in Nederland zorgen maken? Nou, ik denk dat zorgen maken niet het goede woord is. Ik denk dat we ons goed moeten voorbereiden, omdat we niet kunnen uitsluiten dat er ook een geval in Nederland zou kunnen voorkomen. Dus, goed. Ik denk, ja, dat wil zeggen, we moeten zorgen dat de draaiboeken in orde zijn. Als er een patiënt komt die positief bevonden wordt, dan moeten de nodige maatregelen genomen worden. Nou, Ab, dat was voor jou doen toch heel mild, toch? Nou, ik denk helemaal in het begin vergeleken we wat hier gebeurde met de eerste SARS-uitbraak. En die hebben we met de maatregelen die we hier genomen hebben, hebben we dat onder controle kunnen brengen. Dus in eerste instantie dachten we, nou, misschien kunnen we het aan. Maar vlak daarna kregen we bericht van de minister van Volksgezondheid van China. En die zei, hey, let erop, dit virus gaat al over voordat mensen symptomen hebben. Dus dat verspreidt zich, ja, zonder dat je het ziet. En dat was bij SARS-1 was dat helemaal niet het geval. En toen zijn alle eerst oranje en toen rode lichten gaan branden. Toen hebben we gezegd, ja, nu moet je echt wat gaan doen. Nou, je bent echt een vooraanstaand viroloog. Je wordt hoog aangeslagen in de hele wereld. Weet je hier eigenlijk al meer dan je zegt? Of is nee, dat absoluut nog niet doorgedaan? Niemand had toen meer informatie. En het gekke was dat we in China dus een soort explosie zagen. Maar daar werd gelijk enorm hard op gereageerd. En ook in Hongkong. Maar die hadden SARS-1 meegemaakt. Dus we dachten, en hetzelfde gold ook voor Korea. En op een gegeven moment denk je, nou, als die het voor elkaar krijgen om het daar te houden. Maar we hadden het nog niet in Italië. Dus ja, op een gegeven moment dan komt het toch hier. En dus dat is waarom ik hier sprak over draaiboeken en echt wel voorbereid zijn op de volgende. In die tijd ook wel vaker uitgemaakt voor paniekzaaier. Ja, dat is vaker gebeurd, ja. 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 En dan heeft de ombudsman wel eens onderzoek gedaan en dan bleek toch wel vaak dat 2 weken later schoven mensen toch wel gauw jouw kant op. Ja, kunnen zeggen dat je eigenlijk altijd gelijk gekregen hebt? Nou, altijd is wat veel gezegd. Maar ik denk dat je in dit soort gevallen altijd van een worst case scenario uit moet gaan. Dat je moet zeggen, hey, zijn we voorbereid? Als het hier fout gaat, ja, dan moeten we voorbereid zijn. Dan moet je de nodige maatregelen nemen. En voorbereiding is het allerbelangrijkste. Ja. Henk Spaan, jij zit naast iemand die je echt al ongelooflijk lang kent. Ja. Namelijk ons zesde jaar ongeveer. Zesde jaar. Ja. Dus jij hebt ook vaak op de televisie zien vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Hoe keek je naar hem? Wat zag je bij hem? Kijk, je ziet daar op die foto, zie je Ab. En voorin zit ik. Zeg even wie is. Ja. Die kleine is Ab. Die eigenwijze is Henkje. Hoe ik naar hem keek? Nou, ik heb me altijd wel vermaakt. Want kijk, hierbij op 1, dan wordt een wetenschapper wel eens tegenover iemand anders gezet die eigenlijk van niks weet, maar die zelf theorieën heeft. En dan riep ik mijn vrouw er wel bij. Zei, kijk, Appie heeft zijn minachtende blik weer. dat is wel een aantal keren gebeurd. Dat vond ik wel echt wel heel erg grappig om te zien, ja. Klopte dat? Nee, ik heb soms wel eens het idee dat mensen praten over dingen waar ze dan echt helemaal niks van weten. En als je... Nou ja, in de Volkskrant zei jij van, ja, nou zit ik tegenover zo'n tuinkabouter. En dan kan ik me dan moeilijk beheersen. Ik dacht meteen aan Maurice de Hond toen jij het over tuinkabouter had. Kon hij een beetje voetballen eigenlijk, Henk? Ja, zeker. Ja? Ja, wij konden in Amsterdam Nieuw-West allemaal heel goed voetballen. Ja. Ja. Ik herken de club niet, moet ik eerlijk zeggen, aan het shirt. Welke club was dit? Dit is een club die heet Aristos.